Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik vind het leuk om met stempels te werken, dus ik denk ik maak een stempelkaart. Ik begin zoals altijd met een basiskaart. Deze is weer 13,5 bij 13,5. Dan heb ik een dessinvelletje van 13 bij 13. Die ga ik alvast opplakken op de basiskaart. Als de lijm het wil doen. Nou, blijkbaar niet. Dan doen we het niet. Eigenwijs potje, zeggen we dan maar. Zal wel stop zitten, denk ik. Maar ik heb meer lijm. Dat scheelt. Zo. Dus dan heb ik een dessinpapiertje met mooie vlinders van 13 bij 13. Heb ik op een basiskaart geplakt van 13,5 bij 13,5. Nou pak ik mijn magneetmat. Dit witte oplegvel is ook 13 bij 13. En daar heb ik een rondje uitgestanst. Deze even. Plakken, vastzetten. En dit rondje wat eruit is gekomen, die leg ik hier in het midden. Doe ik ook even een magneetje op. Ik heb bloemenstempels gepakt. Drie verschillende groottes en daar ga ik mee stempelen. De grootste pak ik nu. Die stempel ik met Cottage Ivy van Memento. Een groenere kleur. En die zet ik gewoon hier op het papier. En dat is één bloem. Ik wil nog een grote bloem. Die doe ik ook met dezelfde kleur. En die stempel ik aan de andere kant. Dan heb ik de bloem nog een keer in een formaatje kleiner. En die ga ik stempelen met Bamboo Leaves. Ook van Memento. En die zet ik ernaast. Beinkt ik hem nog een keer, want dan ga ik hem hier. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat maakt niet uit. Zo. En die zet ik dan hiernaast. Even soms met de magneetje schuiven. Even kijken waar ik hem wil hebben. Hier. Dan heb ik die ook alweer gestempeld. En van die bloem heb ik nog een formaatje kleiner, de derde. En die ga ik stempelen met Cantaloupe. Eveneens van Memento. Inkt op de stempel. En ik zet hem hier tussen.
magneet iets naar de andere kant. En ik doe hier, zet ik 2 ertussen. Kan ook anders verdelen. Andere kleurtjes, andere stempels gebruiken bijvoorbeeld. Maar ik zet ze zo neer. Op een kaartje wil je meestal ook een tekst. En dit wordt een verjaardagskaartje. Dus die kan eruit. En dan hou ik dit over. Je kan hem ook verder stempelen. Je kan hem ook verder naar het midden, dat je hier heel weinig ziet. Wat jij leuk vindt. Deze kan aan de kant. En daar kom ik weer aan met mijn stempelhulp. Dan leg ik deze hier op. Dan leg ik de stempel op het oplegvelletje. Daarbij doe ik nog een stempel. Je kunt gewoon zoveel stempels neerleggen dat je wil gebruiken, wat je wil. Want het stempelt gewoon in 1 keer. Dat is ook handig. Klappen hem weer dicht. En weer open. Ik gebruik allemaal Memento inkt. Voor de tekst gebruik ik Rich Cacao. Ik wilde niet dat harde zwarte gebruiken. Dus ik pak gewoon de bruin. Ik beïnk de stempels. Wel vaker gezien, denk ik. Ik vind hem nog iets te licht. Dus nog een keer inkt op. En drukken. Totdat je tevreden bent. Zo, ik ben nou tevreden. Stempel even schoonmaken met een gewoon een babybillendoekje. Stempeltjes opruimen. En dan zijn we eigenlijk al bijna klaar. Hier achterop doe ik foam tape van 1 mm hoog. Omdat ik hem verhoogd op ga plakken. Hopelijk heb ik nog genoeg voor dit kaartje. Hier nog even onder. Gelukkig, ik heb genoeg. Even het velletje eraf halen.
Dan pakken we de basiskaart er weer bij. En dan plakken we dit hier verhoogd op. Hij is even groot als het velletje met de vlinders. Dus daar plak ik hem ook overheen. En dit is hem geworden. Makkelijk stempelkaartje. Ik had nog twee voorbeeldjes gemaakt. Met andere dessinpapier. Andere indeling van de bloempjes. En nog één met beterschap. Ook andere kleurtjes. Ander achtergrondpapier. En beterschap erop. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!